Na een recessie van enkele tientallen jaren is de framboos weer helemaal terug van weg geweest. De telers hebben er weer oog voor en er is weer volop aanbod op de markt. Een framboos? Ja, wat zou je heel lekker. Heel lekker. Gaat u zelf ook koken? Nou, we gaan ze zelf telen. Nog beter. Heb ze in het haar? Nog beter. Daar eet het ook al van. Kijk, daar is het. Ja. Ja, smaakt goed. Ja. Kennen ze wel, ja. Weet u wat het is? Ja, framboos. Framboos, ja. Vroeger werd geteeld voor de conservenindustrie. Tegenwoordig wordt het dus alleen geteeld voor de versmarkt. Het is dus een duur product. En de consument die is toch dat zacht fruit in zijn geheel eigenlijk beter gaan waarderen. En ja, en dan is een framboos eigenlijk de bonbon onder het zacht fruit. En ja, steeds meer consumenten die willen toch iets extra's of iets lekkerders. En vandaar dat dus... De framboos terug is. Ik ben een frambozengek, dus ik eet zo dat hele schaaltje leeg. Ja, framboos, ja. Vroeger in mijn tuin had ik ze ook. Maar nu wonen we in de stad. Ja, ik vind het relatief duur, omdat ze snel weg zijn. Het smelt snel, weet je. Het heeft geen body. Nee. Zoet. Zoeter dan een aardbei. Ja. Dit is een echte framboos. De aardbei is wat wateriger. Deze is wat vleesiger, zou ik maar zeggen. Deze is wat kleiner. En de aardbei is wat groter vaak. Deze is volgens mij ook een stuk duurder dan de aardbei. Op het moment is de framboos eigenlijk weer helemaal terug, omdat er is ontdekt hoe, ja, mensen hebben herontdekt hoe gezond dat die eigenlijk is. Dat is ook allemaal wetenschappelijk aangetoond. En teelttechnieken zijn wat verbeterd, er zijn betere rassen gekomen. De teelt van frambozen is eigenlijk niet te vergelijken met aardbeien. De enige overeenkomst is dat het beide zachtfruitsoorten zijn, dus gevoelig kunnen zijn voor vocht. Vooral in combinatie met hoge temperaturen. Maar een frambozenteelt is veel arbeidsintensiever. Dan zit veel meer handwerk aan dan aan de aardbeienteelt. Het eerste waar je al heel goed moet opletten, bij die frambozen, er zitten heel veel warm in de aardbei. Dan moet je opletten, maar dit is wel lekker, ja. Ze zijn zacht en fris. Ze zijn niet echt goed bezig. Het is wel lekker omdat er een beetje een zuur iets is. De aardbei is heel zoet. Het is fijn, hè? Ook in de horeca is het niet onopgemerkt gebleven dat de framboos weer helemaal terug is. Hotelrestaurant Tivoli in Oudenbosch komt graag tegemoet aan de wens van hun klant en serveert een heerlijke frambozen desserts. Laatste tijd hebben wij weer heel veel vraag van de gasten voor frambozen. Dus wij hebben weer veel frambozen ingekocht. Zoals u net gezien heeft op het dessertje hebben wij frambozenmoes gemaakt, frambozen bavarois.
kletskopjes van frambozen en frambozenijs. En dat afgewerkt met verse frambozen. En dan hebben wij jezelf in de keuken bereid. Ziet er fantastisch uit. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou, ziet er gaat zeker lukken. Zeer goed, Marina. Bist du verkühlt, krank? Kannst du das trinken mit Saft, mit Tee? Und das ist viel, viel gesund. Das ist Naturmedikament.